Dit is echt een pijnlijke battle. Hallo kijkers van de stream, welkom bij de Ultra Moon Nuzlocke. Het is even geleden dat ik het heb opgenomen. We moeten ook heel even kijken waar we naartoe moeten. Ik verwacht dat we hier gewoon naar boven moeten. Ik heb hier al een Pokémon gevangen, dus dat mag natuurlijk niet meer. Maar het is even geleden dat we gespeeld hebben. Hey, in Foment, dus volgens mij is dat de eerste keer dat we die tegenkomen. Nou, we gaan niet vechten. Ik heb mijn Pokémon's wel getraind de vorige keer, net nadat ik gestopt was. Dus dat ga ik jullie wel natuurlijk wel heel eventjes laten zien. Laat ik dat even doen eerst. Dit zijn de Pokémon's die ik heb. Dus een level 23 Arrow, 21 Bazinga, 21 Chomper, 21 Zubat, die nog steeds Zubat heet. En een Aquast. Dus dan weten jullie dat. Dat zijn de Pokémon's die ik op dit moment gebruik, zoals jullie ook op de layout zien. We hebben pas 2 deads. Zoals jullie zien heb ik ook een gehele nieuwe layout. Dat komt... Oh, een trainer die we nog niet hebben bevochten. Dat komt ook omdat ik helemaal aan layouts heb zitten werken. En ja, daar hoorde deze natuurlijk ook bij. Dus het zal er iets anders uitzien dan dat je gewend bent waar het begin van de serie mee begonnen is. Maar dit is in ieder geval de nieuwe layout. Ik hoop dat jullie het een beetje vet vinden. Dit wordt natuurlijk gewoon op stream opgenomen zoals eigenlijk al aan de rest van de afleveringen. Dus ja, dat is het eigenlijk. De Morlul. Dat is een fairy Pokémon, weet ik wel. Maar ook een gras Pokémon. Daardoor is hij bijna dood. Ladyba. Die Ladyba kunnen we ook wel killen met Arrow. Een beetje Packy doen en dan is het Gonzo met Ladyba. Oké. Yuka is dood. Of nou ja, ze leeft nog wel, maar ze heeft geen Pokémon meer. Die Pokéball willen we wel hebben. Dat is een super potion. Die is very super, die potion. Dan moeten we hier denk ik naar beneden. En dan moeten we natuurlijk naar die ene city waar je die Battle Royale doet. We spreken nu alvast af, mocht er een Pokémon overlijden aan Battle... Oh, moet ik hier wel heen? Oké, ik moet hier dus wel heen. Als er een Pokémon doodgaat bij de Battle Royale, dan telt dat niet. Omdat je daar geen invloed op hebt, zeg maar. Dus dat spreken we dan maar vast af van tevoren. Dan weten jullie dat. Ja joh, we gaan wel tegen jouw Poipel vechten. Heb je inmiddels al een Poipel, meneer of mevrouw? Volgens mij is dit een mevrouw waar ik nu tegen praat. Ja, Soleria. Met een Poipel, hè. Ze beginnen met de Poipel. Poipel is poison. Oh, dan had ik beter geen Razor Leaf kunnen doen. Een X-Special Defense, doe eens even normaal. Oké, dit schiet niet op. Misschien dat break... Oh, Supersonic Sky Strike wat damage doet. Dit is zo jammer dat dit allemaal zo lang duurt. Dit duurde gewoon nog langer dan een Mega Evolution. Supersonische luchtaanval. Wow, zag je hoe weinig damage dat deed? Wat we gaan doen is dat we Mawile erin gaan zetten. Mawile. En we dan gewoon... Oh, we hebben helemaal geen... dinges aanval. Wat voor aanval wou ik zeggen? IJzeren aanval. Steel aanval. He, moeilijk hè, praten. Ja, weet je, dan blijven we wel gewoon Razor Leaf spammen. En dan komen we er vanzelf wel. Wat denken jullie? Oh, doet hij ook nog Super Potion om mijn leven zo zuur te maken? Jezus, dat heeft veel te veel damage. Ah, we kunnen in ieder geval Chomper inzetten om in ieder geval niet super effectief gehit te worden. Hij is natuurlijk ook fairy, dus daardoor laten we bite. Misschien flinch. Oh, hij is sneller. Hij doet charm. Ik word echt gerekt door deze Poipel. Boe. Dat doet allemaal zo weinig damage. Parry wint sowieso, want hij is poison. Even kijken of Vice Grip wat doet. Dit is echt een pijnlijke battle. Kom op, je kan het.
Nice. Chomper level 22, yeah! Pluk! Is beter dan pack, dus dan gaan we even voor swappen. Nou, Soleria is eindelijk conzo met de kutpoipel. Oké, volgende route. Dit is route 6, wat betekent dat hier de eerstvolgende Pokémon die we tegenkomen een Pokémon is die wij mogen vangen. Ja. Yeah. Oeh, en die Pokéball ook. Een revive. Ah, hier is gras. Oh, kut, een trainer. Oh. Bounceweed. Zo jammer dit, Sander. Zo jammer dit. Mareep. Ja. Oké. Gelukkig was het een simpel trainertje. Oké. Welke Pokémon mogen we hier vangen? Het is... Die hebben we al. Dat is een duplicate. Die hoef ik niet te vangen. Nee, Sander, blijf hier. Blijf hier, Sander. Blijf hier, Sander. Blijf hier. Die heb ik toch ook al, jongens. Geef me gewoon een Pokémon die ik nog niet heb. Hey, Mudbray. Ik had een leukere Pokémon gewild. Rage Leaf is super effective, dus dat gaan we niet doen. Laten we even plukken. Oeh, dat kan ook veel damage doen met die levels hoger. Ah, oh, perfect. Stamina, mina. Eigenlijk moet ik er nu zo meteen Shakira noemen. 1, 2, 3. Nice. En we noemen haar Shakira. Shakira. Volgens mij heb ik het goed geschreven. Oh jee. Een mutsdeel. Met Team Skull. En een mevrouw. Hapu volgens mij. Dat is toch Hapu? Hapu. Moet ik nou ook nog tegen ze vechten? Want mijn Pokémon moeten eigenlijk dan even geheeld worden. Ja, dubbel battletje denk ik, of niet? Nee, maar eentje. Dat vind ik zo raar. Doe gewoon een dubbel battletje samen met Hapu dan. Misschien is het wel beter voor mijn... voor het niet doodgaan, wellicht. Maar toch. Die ominous wind. De genoegdame A is gedisabled. Hoe durft hij? Nou, als Team Skull dan even opreelt, dan kunnen wij hier de stad in. Als Hapu klaar is met ouwe hoeren natuurlijk. Wat te vroeg gejuicht. Ja hoor. Ja, moet ik zo maar die Battle Royale doen. Dat is echt very boring. Ja jongen, met champ. Het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil hier gewoon weg. En we hebben eigenlijk ook geen goede Pokémon voor die volgende trial. Want ik heb helemaal geen water Pokémon. Whoops. Oké, we hadden al afgesproken dat de Pokémon die doodgaat bij de Battle Royale, dat moet zeg maar. Of dat gebeurt altijd, dus dat mag gewoon. Dat hebben we van tevoren afgesproken, dan weten jullie dat. Dat het gewoon allemaal mag. Dus dat die death niet telt, zeg maar. Daar hebben we de gemaskerde muchacho. Wat natuurlijk gewoon... Professor Kukui is. Dit zijn de dingetjes in Sun and Moon waarom iedereen zo geïrriteerd is. Van, waarom zit dit erin? Dit heeft ook super veel potentie, maar gewoon niet goed uitgevoerd, zeg maar. Oké,
We doen Razor Leaf. Oh, dat is op hun alle drie. Dan gaan misschien zowel de Rockruff als de Brion wel dood. Oh, de Rockruff niet, want die doet Protect. Wat een lul. Wat? Hoe weinig damage deed dat? Is dat zeg maar een ding van de game? Normaal zou je toch veel meer damage doen? Of ligt dat aan mij? Oké, de Rockruff is dood. Oké, nou, mijn Pokémon is niet dood gegaan, dus er is niks aan de hand. Hé, daar heb je Kiawe. De volgende Trial Captain. Laten we eerst even healen, dat lijkt me vooral het beste idee. Ja, die Mudbray zit nog steeds in mijn party, die moet even uit mijn party. Dan is hier, als het goed is, de kant waar we naartoe moeten. Maar ja, hebben we dus nog steeds geen waterpokken. Maar hier kan je als het goed is wel in route 7 naar beneden en even surfen. Is goed. Wellicht dat we dan nog iets interessants krijgen. Dan moeten we toch hier even weglopen en dan er weer inlopen. Of hoe werkt het ook weer met die kringetjes? Volgens mij moet je zeg maar route in, route uit lopen en dan krijg je... Kijk of we hier gewoon free in kunnen lopen. Ja, dat kan. En dan moeten we gewoon hopen op kringetjes. Ja, kijk, dat zijn kringetjes. Wauw, een Pearl. Dat is toch geen Pokémon, jongen. Ik hoop een Wishiwashi, daar zou ik erg blij mee zijn. Weer kringetjes. Oké, welke Pokémon is het? Het is Wishiwashi, nice. 1, 2, 3. Nice. Teripog. Oké. Nou, die gaat ook meteen in ons team. We moeten hem alleen nog heel even een goede naam geven. Ik ben alleen bang dat we er niks aan gaan hebben zometeen. Aangezien die Pokémon's veel hoger level zullen... Oh... Ik heb het weer voor elkaar. Ik ga hem toch wel heel even vooraan zetten. Oh, ik moet trouwens hem natuurlijk wel heel eventjes toevoegen. Hier mogen we ook meteen een Pokémon vangen. Kijk, deze. En het kan een vuur-Pokémon zijn. Het is Fledgling, wat een vuur-Pokémon is. Daar is niks aan gelogen. Oh. Dat deed veel damage. Ik ga kijken. Oh, wacht. We zitten nu in een ding waar het wel uitmaakt of ik de eerste vang of niet. Dus laat ik maar niet gewoon Brine proberen zoals dat wel kan bij een Avatarlock bijvoorbeeld. Dan mag je ze allemaal van. Oh, is dat gewoon bijna. Niet doodgaan. Oh, en hij roept ook nog eens een andere Fledgling. Oké. Ik moet switchen. Kunnen we iets... Ja, laten we Scratch doen. Dan kunnen we in ieder geval iets verzwakken. Agility. Hij wil sneller worden. Nou, dan moet hij dat doen, hè. Nog meer verzwakken. Nu mag hij wel zitten. Kijk, we hebben de Fledgling. Oh nee, we gaan hem niet in mijn party doen. Nee, zeker niet. Dan gaan we weer heel even terug. Want wellicht dat we zometeen wat levels kunnen gebruiken. En we hebben ook een Waterium Z. Dus dat is wel mooi. Die kunnen we eventueel aan hem geven als hij de battle wel haalt. Maar
Daarvan moet hij echt nog wel wat levels krijgen. Er zitten hier vogeltjes mooie geluiden te maken. Fiet, 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 fiet. Super potions. Hoeveel had ik er nog? Oh, dat kan je niet zien. Oh, 4 heb ik er nog. Nou, dan kopen we er nog wat bij. Ik ben heel erg benieuwd of mijn Pokémon. Want vuur is best wel lastig. Die zijn natuurlijk goed tegen Dartrix. En die zijn goed tegen Mawile. En die zijn goed tegen Charizard. Dus dat wordt erg lastig. En die Wishiwashi, die kan goed zijn. Maar die heeft gewoon nog wat levels nodig. Dus ik hoop dat we hier gewoon nog wat Pokémon gewoon kunnen one-hit KO'en met Brian. We gaan het even proberen. Even kijken of we wat kunnen one-hit KO'en met Brian. Hé, hey, daar hebben we Fletchling. Nou, we kunnen het in ieder geval proberen. Ik ben ook niet als eerst, dat is ook zo jammer. Oké, dit gaan we niet doen. Ja, vind je? Oh, nou, daar ben ik blij mee, Ninja. Even voor de mensen die dit terugzien op YouTube. Ninja zegt, ik vind het zo fijn om aan mij dat ik dingen uitleg, waarom ik dingen doe en zegt wat die Pokémon's doen. Dus dat is fijn, dat waardeer ik en gelukkig waardeer jij dat ik dat doe. En ik hoop ook dat ik altijd gelijk heb, want het kan zomaar zijn dat ik wel eens wat zeg maar wat misschien niet helemaal klopt, maar dat komt dan waarschijnlijk omdat ik dan gewoon iets verkeerd begrijp of zo van de game. Of dat er slimmere dingen zijn. Ik ben namelijk geen competitive battler. Maar. Oh, jij bent geen Pokémon kenner. Nee, oké. Okay, ja, dan. Is het zeker handig als ik. Oh, fuck, die Pokémon willen we. Is het zeker handig dat ik wat uitleg en waarom ik dingen doe. Dus dat is fijn. Ja, laten we gewoon maar tegen haar vechten. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, want deze trial wordt zometeen gewoon echt heel erg lastig. Ik heb geen idee nog hoe we dit gaan doen en of we het eigenlijk wel moeten doen, maar... Weer een Cantonian Meowth, dat is ook bijzonder. Razor Leaf. Een antidote, woep woep. Ja. Yeah. Zij hield je, dat is super chill. Oké, maar we zijn dus al bij de trial. Hoe de fuck gaan we dit doen? Een vuurtrial. Eigenlijk moet Zubat nog 1 level, dan evolueert hij volgens mij. Weet je, we leaden gewoon met Arrow en we gaan kijken wat we ervan bakken. Dit wordt echt heel moeilijk in ieder geval. Tenminste, verwacht ik. Oké, Kiawe. Nice, nice. Dus je hebt eentje naar links, eentje naar rechts en eentje die stoer doet in het midden. Even kijken wat het nu is. Ah, het is die ene in het midden. De Middle Marowak doet opeens raar. Nu moet ik ook tegen de Middle Marowak vechten. Ik hoop niet dat hij een super goede vuuraanval kan, anders ben ik genaaid. Ik weet niet in hoeverre de grasaanval nog wel damage doet. Heel weinig. Oké, goed om te weten. Oeh, dat is handig dat Bone Club geen effect doet. Kijk of we doen Pluk. Oh, Pluk is nu gedisabled. Oké. Ja, het doet veel, maar dat was te verwachten. Ik ga kijken. Kunnen we daardoor wel nog gewoon Sea Power doen? Of kan dat? Ja, dat kan wel. Ik hoop dat hij nu dood is. Ja, hij had Pluk gedisabled, dus ik kon hem niet nog een keer doen. Dan maar zo. Ik hoop dat hij zo nu dood is. Maar als dit voorbode is, dan krijgen we echt een moeilijke battles nu. Ik hoop niet dat alles dood gaat nu. Oh, en hij is niet eens dood. Maar hij blijft maar het Bone Club doen. Marowak. Oh, hij is nog steeds gedisabled. Dat is kut. Hey, opeens een hiker. Oh, dat was goed. Nice. Lekker. Oké, ik hoop dat die hiker niet al te moeilijk is.
Hiker de... Uit één Pokémon is de Marowak. Oh, een Magmar. Oef. Problematisch. We moeten even switchen. Oh, dat gaat niet goed. Ja, probeer maar met kwast. En even kijken of we wat kunnen met Faint Attack. Of we wat damage kunnen doen. Ik ga wel één Faint Attackje proberen. Even kijken hoeveel damage ik kan doen. Oh, hij doet Faint Attack op mij? Wat? Oh, hij critte me ook nog eens. Hoeveel doet Freshwater? 30? Oh, ja. Super Potion veel beter. Oké, dit keer geen crit. Nog wel de Flame Fire Spin bedoel ik. Wel Flame Wheel zeg maar, Fire Spin. Oké, dan Faint Attacken wij hem ook nog een keer. Hij is sneller dan mij, dat is echt kut. Oh, en ook nog dit. Smokescreen, nou maakt het wel lastig voor me, hè. Wat een lul. Maar we hebben alleen maar burn damage, dus dat is op zich niet erg. Oké, root smokescreen. Oh, alsjeblieft, mis niet. Kom op, Sorua, mis. Ik miste. Goed, niks aan de hand. We gaan het overleven. Oké. Ja, dank je. Oké, raak de scratch. Oh, ik miste de scratch weer. Godverdomme. Ben ik nu al nog een super potion kwijt en ik moet zo meteen nog tegen de trial gebeuren. Oh, hij miste. Nice. Oké. Raak deze keer. Dank je. Oké. En Zubat gaat nu evolueren. Dat is positief. Oké. Nu is Golbat ook erbij gevoegd. En dan gaan we gewoon verder. De final dance, oh jee. Dan gaat het zo beginnen. En ik heb niet kunnen switchen. Nu komt er natuurlijk een mega grote Marowak te staan. Kijk, daar is die. Oh, dat is goed. De totem Pokémon. Oké. Dit wordt de moeilijke. Totem Marowak. En ik heb Arrow nog niet kunnen healen, dus dat is ook kut. Oké, ja, hij moet zelf maar kijken. Ik ga toch wel... Oeh, Ominous Wind is super effective. Niet dood zijn. Kut, ik ben mijn starter kwijt. Ik heb mijn beste Pokémon kwijtgeraakt, dat is echt kut. Ga nog stoppen, of... Oh, 2 AP. Ik heb geen idee hoe we dit gaan doen. Ah, Golbat ook dood. Nice, net geëvalueerd. Ja, de rest is allemaal fucking slecht tegen hem. Het zijn één vuuraanval en Chomper is dood. Dat bedoel ik. Wat we gaan doen, we zetten hem in en dan gaan we kijken of we de Zorua kunnen full restoren. Yup. Het doet ook gewoon fucking veel damage. Oh, het leven. Oh, heeft hij zich ook nog zelf geprotect nog. Nou, kom maar op. Met de death.
Die zetten we op 8. Zo. En nu, nu heb ik nog Pokémon in mijn box. Alleen die moet ik wel gaan trainen voordat we weer kunnen. Oeps. Die moeten we wel gaan trainen voordat we die kunnen gebruiken. Dus al deze Pokémon zijn nu dood. Dus ik maak nu een teampje. En dan moet ik die gaan trainen voordat we weer kunnen gaan spelen, zeg maar. We hebben een water Pokémon. Dan pakken we Mareep als elektrische Pokémon. Pikipek. Mudbray. Even denken. Of ik pak Fletchling. Dan heb je straks Vuurflying. Daar hebben we misschien wat meer aan. Dit is een Fairy Oh. Flabébé. En ik denk dat we Ekans pakken. Voor de variety. Ik ga deze party zeg maar trainen. Dus als je dit op YouTube terugziet, bedankt voor het kijken van deze video. Het is helemaal fout gegaan. Ik zorg dat ik straks een team heb van allemaal level 25. Met in ieder geval een water Pokémon erbij. Waar we misschien iets meer geluk mee hebben. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Adios amigos.